Ons stadhuis is eigenlijk, bestaat uit verschillende onderdelen. Dit is het oudste gedeelte, eigenlijk het oude wijnhuis. Dat zit hier op de hoek van de Vismarkt en de Roggestraat. En dan een eeuw later wordt er een stuk aangebouwd. Dat is dan wel het Schepenhuis. Dat zit weer op de hoek van de Roggestraat en de Koeportstraat. Een paar eeuwen worden beide gebouwen samengevoegd en komt er ook een nieuwe entreepartij. Begin 19e eeuw verandert het gebouw opnieuw. Dan worden alle muren gepleisterd. Het huidige middeleeuwse karakter krijgt het pas in de eindjaren 30 van de vorige eeuw. De uitbreiding met het Hof Gelria en de nieuwbouw aan de Gastelaarsstraat zijn de laatste aanpassingen aan ons stadhuis.